Verder hebben we ook gehad dat we de vorige week een lijk in het Laaiensluis hebben aangetroffen. Dat lijk is nog steeds niet geïdentificeerd. Ik kan u een paar bijzonderheden doorgeven. Het is iemand van het mannelijk geslacht. Zijn postuur is stevig. Hij is ongeveer 1,73 meter lang. De leeftijd is tussen 30 en 35 jaar. Zijn ras moet vermoedelijk een Javaan of Indiaan zijn. Huidskleur bruin, zijn hoofdhaar kaal geschoren. En de bijzondere signalementen. Hij heeft dus op zijn linkerbovenarm aan de buitenzijde een prikkeldraad, een tatoeage. Een prikkeldraad met groene inkt getatoeëerd. Dus dat is een van de bijzondere kenmerken. En we roepen de gemeenschap op om indien ze informatie hebben over deze meneer, dat ze gelijk contact maken met de politie. Want tot nu toe heeft niemand zich aangediend voor het lijk. We hebben sectie verricht op het lijk. En het resultaat is dat die meneer dood is gegaan ten gevolge van verdrinking. Die meneer had een polo shirt aan, bruin, zwart, crème, met horizontale lijnen en hij had een donkerblauwe jogging trimbroek aan. Dus dat is wat de politie kan mededelen met betrekking tot het lijk. De komende dagen zullen we een opsporingsbericht, een oproep, via alle media lanceren, zodat de gemeenschap ons helpt om deze meneer te identificeren. Want wij hebben veel moeite gedaan, maar tot nu toe is het ons niet gelukt. En het is al een hele tijd dat wij dit lijk hebben. Is er vanmorgen ook een lijk ontdekt? Wat is begrepen met de waaldek? Dat gaat om een zekere meneer Waka. Die man had een zwerversbestaan en hij moet te water zijn geraakt in de Theodorusweg. En hij is ten gevolge daarvan komen te overlijden. Zijn identiteit is nog niet helemaal bekend. Hij had een zwerverbestaan. Waar hij zich ophield was niet zijn woonplaats. De mensen daar ontfermden zich over die meneer. En we zijn nu bezig te onderzoeken naar de juiste lijn van deze meneer Waka.